Hey mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Hey, gezellig hè? Kijk eens wie er vandaag allemaal zijn. Goedemorgen, ben er weer een dagje bij. Patrick, en achter de camera Owen. Ja, ik ben er weer. Zal ik even jou filmen, Owen, want dat gaat anders niet. Nee, dat is een beetje hey. Leuk. Hallo, ben er. Ja, leuk dat je er weer bent, jongen. Het is weer vakantie hè, dus. Lekker man. Ja. Hey, we gaan vandaag weer aan de slag. Met de Luas natuurlijk, hè. Ja, het begint steeds meer ergens weer op te lijken. Dat is leuk. We zijn nou echt aan het opbouwen. Dat is altijd wel een van de leukste fases van zo'n project, hè, vind ik dan. Dan zie je echt wat je allemaal bereikt hebt, hè, om het zo maar te zeggen. Vandaag. Ik wil in ieder geval beginnen met het motorruim terug te assembleren. We hebben er allemaal kapjes voor liggen nog die gespoten zijn. Die kabelboom die ligt nou nog bovenop het motorblok. Die moet ik terug aan de zijkant erin schroeven. We kunnen die onderdelen die hierin zitten, die vloerplaat bijvoorbeeld en zo. En ook de motorkap, hè, die hebben we natuurlijk gisteren in de grondverf gezet. Die kunnen we vandaag groen spuiten. Ja. Patrick, jij gaat straks aan de slag met de reling die hier nog staat. Kijk, zouden we bijna vergeten zijn. Ja, dat is niet origineel, maar wel, ze hebben dat wel mooi gemaakt. En ik vind het ook wel praktisch, want het is wel een superleuk ding ook straks voor de jongens om mee te rijden. En de reling die er nou op zit is niet zo hoog natuurlijk. Dus dan vallen ze er wel makkelijk uit. Dus dat leek me wel goed om gewoon terug erop te zetten. Ook al is het dan niet origineel. Maar dan spuiten we hem wel gewoon ook netjes groen. En dan valt het niet op dat het eigenlijk niet erop hoort. Ja, oké. Okay. Dus dat. Ik zit te denken of ik nog meer moet vertellen eigenlijk. Ben ik nog iets vergeten? Volgens mij niet. Nee, toch? Ja. Maar goed, laten we aan beginnen. Ik vergeet nog wel iets. De brandstoftank natuurlijk. Die heeft gisteren nog best wel even staan draaien en staan rammelen. Ik heb hem gisteravond, terwijl ik aan het editen was, ook nog aangezet. Dus laten we daar eens even inkijken. Want ik ben eigenlijk wel heel benieuwd of dat hij nu wel schoon is aan de binnenkant. Dus, Zo dus. Ja, dat heb ik gisteravond nog maar even aangezet. Want het was... Zo'n herrie. Best goed gelukt wel. Er is niks uitgelopen ook niet. Het zou fijn zijn als hij nou schoon is, want dan kunnen we namelijk die sealer ook erin gooien. En dat was eigenlijk wel de bedoeling. Die moet ook nog 7 dagen drogen voordat je er brandstof in mag gieten. Dus dat is ook wel een beetje een bepalende factor in ons project natuurlijk. Nou, dan maar eens kijken dan. Ja, nou, dit ziet er echt wel goed uit, hoor. Ja, dat zie je wel. Mooi, hè? Ja, dit is goed. Ja, nu moeten we hem in ieder geval gaan spoelen. Even deze vloeistof opvangen. Dan kunnen we die nog gebruiken. Dan moeten we hem uitspoelen met een boel water. Gek hè? Je wil eigenlijk geen roest en dan moet je het uitspoelen met water. Maar dat is wel het beste om dit middel te verwijderen. En daarna dan moeten we hem eigenlijk even goed laten drogen. Eerst denk ik. En dan ontvetten. En daarna kunnen we die... die sealer aanbrengen. Er was een goede tip over die sealer ook. Is hem verwarmen voordat je hem erin doet. Dan is hij meer vloeibaar en dan verdeelt hij zich sneller over het oppervlak. Dus dat vond ik wel een goede. Dus ik denk dat we dat au bain-marie moeten doen. Hè? In een bakje warm water zetten, denk ik. Ja, dit is leuk hoor. Die wel in. Er zitten er ook echt best wel veel in ook.
Zijn mooi, hè, Owen? Ja, zijn goed. Ja, je mag best zeggen dat ze er een beetje aangevreten uitzien, hoor. Ik vind ze echt niet zo mooi gelukt, maar ze zullen het wel doen, denk ik. Maar ik ben benieuwd, want als wij dit monteren, dan is de video waar dat ik deze dingen maak, die gaat vandaag pas vanmiddag online. Dus ik hoop dat daar goede tips in de comments staan over het snijden van dit soort pakkingmateriaal. Probeer hem er maar even tussen te frotsen. Zo, en dan is dit al uitgedeukt, hè? Nou, kijk, dit ziet er toch gewoon goed uit hier. Ja, het is een beetje een lange bout, maar dat komt wel goed. Zo. Ja, ik heb hem al een keer eerder helemaal vol gehad met bouten. Dat is ook wel een gepuzzel om eruit te halen. Maar dat straalgrit is echt een hel om eruit te halen. Ja, die bouten is fijn, want als er nog schouw er eentje in zit, dan hoor je het gewoon. Dan kun je hem gewoon eruit halen. Maar straalgrit, daar hoor je nauwelijks. Ja, en dan kantel je dat ding weer en dan komt er weer uit een ander hoekje komt nog een scheutje van de grit. Oh man, ik heb daar een partij mee staan tobben. En het werkt eigenlijk ook helemaal voor geen cent. Gewoon die bouten werken nog maar het beste. Oh nee. We zijn een dingetje vergeten. Het steuntje. Dat zit er nog niet aan. Die moeten we nog eraan lassen. Oh nee, en hij is al gespoten. Oh. En ik heb ook niet meer van die verf volgens mij. Heb je gegeten, hoor. Ziet er lekker bruin uit. Ja. Ziet het er lekker uit wat eruit komt? Heerlijk. Gewoon een boelbaar, bijna. Het is wel echt slim gemaakt, die uitlaat, hoor, die vorm eigenlijk. Kijk, want doordat die bocht zo naar beneden gaat, kan er eigenlijk geen water inkomen. Nou, als je dan stilvalt, dan het probleem is, zolang de motor blijft lopen, is er niks aan de hand. Maar als je stilvalt, dan kan water de uitlaat normaal inlopen. Ja, en hierbij zal dat niet zo gauw gebeuren natuurlijk. En als er wel water inloopt, dan heeft hij hier een laag stuk zitten. Dus eerst kan deze pijp helemaal vol lopen met water, voordat het eigenlijk de motor ingaat. Dus het is, ze hebben er best wel over nagedacht. Nou is het echt op. Hij geeft niet meer. Hij is helemaal leeg. Ja, in die Tubano, daar zaten nog best wel wat boutjes in. Dat je alles gehad hebt, kan er nog eentje uit. Nee hoor. Wat een drap komt eruit. Ik ben benieuwd, als je hem dadelijk naspoelt. Zie je. Deze moeten we een beetje modifieren, want anders dan... Hoppa, zo. Hebben we weer ruimte voor een boutje dadelijk. Ik dacht dat je klaar was. Ik dacht dat het stil was. Maar toch niet. Ja. Kun je nagaan wat een werk het was om dat straalgrit eruit te krijgen? Ja, zo goed, ja.
Dat was hetzelfde echt. Ik dan met die stofzuiger dat ding allemaal op en neer wiebelen, maar dat was droog, hè, wel. Kunnen we het maken? Nou en of? Ja, kijk. Ik heb hier heel weinig ruimte. Dus ik ga hier gewoon dadelijk M8 intappen. En dan kunnen we hem gewoon met een boutje vastzetten in dit materiaal. Dat meen je niet. Tuurlijk. Oh wacht, hij moet wel dichterbij nog. Proberen? Pak hem zo uit, jongen, let op. Oh nee, hij is toch weer kwijt. Ah. De schroevendraaiers zijn zelfs te kort. Kijk, ik hoor hem niet door de slang gaan. Er ligt nog iets in. Ik zou zeggen, je hoort hem door de slang gaan, maar... Oh, pling, plong, plang. Die kwam eraf. Ja. Het hier kan er in ieder geval niet meer op. Ja, Owen. Hoe gaan we dat precies op de goede plek vastlassen, hè? Dan moeten we eigenlijk hier gewoon lassen. Hier te plekken. Ja. Zelfs nog te lang. Nog een stukje vanaf. Of ik buig het steuntje gewoon nog iets verder weg. Hij mag er wel iets vanaf zitten, wel, zie je. Is hij er nou uit? Hij is eruit. Niet waar. Het hangnek. En waar is hij nou? Met stofzuiger. Oh toch, met stofzuiger, ja. Net zo voor een gaatje weten wie van de zaken hem liggen. Kom op, flop. Flop. Nou joh. Spoelen. Inderdaad. Nou, mooi. Het is er altijd een getop om alles uit zo'n brandstoftank te krijgen dan. Ja, en nu nog uitspoelen. Ja, en op zuttering. Ja. Ja, ik denk gewoon... Warm water in. Ja, inderdaad. Ja. Eerst gewoon warm water, even flink schudden. Maar misschien dat je hem dadelijk zelfs gewoon even buiten met de tuinslang erin... en echt gewoon even echt door kan laten lopen gewoon. Dan eventueel gewoon deze even eraf halen, misschien die en die. Dat gewoon overal water uitkomt. Zo, het kan, is het vol voor de... Ja, oh ja, mooi. Hey, dan kunnen we die dingen ingooien dan, van de lasttafel, hè. Kijk, deze dingetjes, die liggen hier ook allemaal te roesten. Die kunnen we nou mooi... Ik ben daar nooit zo fan van die getapte draad. Liever heb ik een boutje en een moertje, vooral bij zo'n uitlaatsysteem. Want als je het dan losdraait en het wil niet meer en het breekt af, dan maakt het niet uit. Dan kun je gewoon een nieuwe bout en een moer pakken en dan ben je weer vertrokken. Maar... Dit kan dolgaan, boutjes kunnen afbreken. Het is eigenlijk altijd een risico, getapte draad. Maar we kunnen hier gewoon niet anders, want er past geen moertje achter, dus dit moet hem toch worden. Ja, plaatdikte is 6 mm. Altijd een beetje de ontwerpregel die ik altijd hanteerde voor schroefdraad. Was eigenlijk dat de dikte van het materiaal eigenlijk minimaal de draaddikte moest zijn. Dus voor M8 zou je minimaal eigenlijk 8 mm willen hebben, wil je voldoende kracht uit je draad kunnen putten. Zijn overigens oplossingen voor, hè? Ook voor plaatwerk. Dat noemen ze een flow drill. En dat is als jij dan dun plaatwerk hebt, je wilt er schroefdraad in hebben, dan het komt er eigenlijk op neer dat ze een hele botte boor pakken. Is natuurlijk geen echte botte boor, dan een flow drill natuurlijk. En wat die doet, dan boren ze door het materiaal heen, maar dan krijg je eigenlijk een hele grote braam aan de onderkant van jouw plaat. En die braam die gebruiken ze dan weer om de draad in te tappen ook weer. Dus dan heb je toch meer gangen draad in een dun stukje plaatwerk. Oh, dat last gewoon goed.
Ja. Oh, kijk. Hé, hey, mijn boutjes ook. Schuimrubber is een ramp, joh, met lassen. Oh nee, ons spuitwerk naar de ballen. Ik reken het goed. Verf is gelijk meegebakken. Yep. Oké. Okay. Dat is ook al afgetekend. Ja, inderdaad, ja. Met roet. Zonder gekheid best aardig zelfs nog. Maar ik had het zo bedacht om het zo even te doen. Kijk, dan heb ik die twee buitenste gaten. En ik hem zo meten. Hier. Hier, dat bedoel ik. Nou, kunnen we de volgende weer gaan doen. Ja, het is echt, echt een bokkenklus dit. Het is zo'n naar materiaal om te verwerken. Het is gewoon, het is erger. Het is niet gewoon een staalplaat, maar het is een geperforeerde plaat. En daardoor, die boren die happen allemaal als een malle en zo. Dus je kunt met een plaatschaar kun je het wel knippen. Maar ja, probeer maar zo'n rond gat te knippen. Dus ik weet niet hoe ze dat bedacht hadden. Waarschijnlijk met een stans of zo. Dat is fijn, dan denk je goedkoop te zijn omdat je een rol pakkingmateriaal hebt. Dan denk je, dat is fijn, kun je alle maten pakkingen maken. Maar dan moet je vervolgens een set van die stansen gaan aanschaffen. Ja, daar word je dan bang van. Te beter een nieuwe Luas kopen waar gewoon een goede pakking in zit. Die pakkingen eruit halen en die erin zetten. Oké, we gaan eerst dit gat maar maken. Kijk. Ja, dan moeten we nu die gaten maar zien te fabrieken dan. Oh, een prachtige pakking. Deze is helemaal aangevreten. Kwaliteitscheck. Hij is goed. Zo, nou hé. Hey. Is toch mooi? Die kan daar niet eens mee draaien. Dat is gunstig. Oh. Geef even kopjes aan de camera. Volgens mij is het leeg met water. Ik heb hem even uitgespoeld dat al de zut eruit is van de ijzerslijpsel. Zo, heb je hem schoon gekregen? Ik denk dat we hem gewoon met de verfafbrander... droog moet maken. Ja, gewoon die erin zetten en dat ding gewoon laten blazen. Ja, dat is... Ja, die is echt goed. Nou is hij echt schoon. Nou kunnen we hem drogen, dan ontvetten en dan gaan we die tanksealer erin doen. Ja, en dan is hij echt goed. Weet je wat we overigens moeten doen voor we die tanksealer erin doen? Is dit buisje aan de binnenkant afplakken. Ja. Pakken we deze eruit en dan douwen we er even een tapeje omheen of zo. Straks lastig rijden, denk dat ze vol zit. Ja, want dit is zo dun, dat doet hij vol. Zo'n buisje niet, dat geloof ik niet. Nee. En deze zeker niet, maar deze wel, denk ik. Nou, mooi. Het is goed gelukt, zeg. Ik kan er net niet klemmen, of wacht. Dat kan ook natuurlijk. Dat maakt niet uit, als dus die warme lucht er maar in gaat. Ja. Allemaal chap uit die bomen, zie je dat nou? Goor. Een nieuw roerstokje pakken, denk ik. Hey, er waren mensen die vroegen welke kleur dat het nou was, het legergroen. En het is deze, kijk hier. RAL 6014.
Oh-oh. Bah. Leeg. Meer verf. Auw. Dat is goed warm, man. Maar die is wel droog. Dat is een aftappeling die boven alles zit. Is niet zo handig, nee. Ooit was dat wel beter, denk ik. Maar dat zou kunnen zijn dat ik die tank een beetje mishandeld heb. Dit is de verharder. Oké. Okay. Ja, het is zover. We kunnen eindelijk de brandstoftank gaan sealen. En dan is hij ook gelijk beschermd aan de binnenkant. En kleine lekjes worden ook gedicht, dus dat is ook prettig. Alleen, moeten we even kijken. Want als het spul koud is, dan is het blijkbaar dikker. Had iemand van jullie had dat in de comments gezet en dat vond ik echt een goede tip. Je zei, je moet zorgen dat het spul goed wat warmer is. Dan is hij vloeibaarder, dan kun je makkelijker over heel de tank verspreiden. Dus laten we hem eens even openmaken. Even de snuffeltest doen ook natuurlijk. Oh, dat er zit niet zoveel in. Ja, dan moet je die dingen erbij. Dit ruikt helemaal nergens naar. Weet je wat we dan doen? Dan leg je hem zo open. Kijk, er zit niet heel veel in. Ja, die verharder moet er natuurlijk bij, die tweede component. Zie je? Dan zet hem gewoon op de kachel. Die is nu heel warm nou. Ik denk dat hij niet heel langer op hoeft te staan, eerlijk gezegd. Die moeten we niet vergeten. Zie je al uitgehaard misschien. Beetje viezig luchtje. Ja, niet zoals hout opvult. Ja, ja. Ja, het is... Ja. Dat is een tegenvaller. Ik denk dat spul ruikt echt super sterk naar van die oude watervaste stiften. Ik heb al de hele tijd zitten kijken naar de blik. Ik denk, oh wat lekker als we die open doen, maar dat valt even tegen. Ja, we hebben ze allebei wel even open gedaan, dat die geen druk op kan bouwen. Hè? Want als je zo'n blik zo boven op een kachel zet, dan verandert het in een bom natuurlijk. Hè? Dan gaat die druk opbouwen en dan plopt de deksel eraf en dan ligt die troep overal natuurlijk. Dan hebben we de binnenkant van onze kantine gesealed. Dat hoeft niet. Zo. Kijk eens. Hé, maar dat voorverwarmen, dat heeft goed gewerkt, hè? Hij is echt een stuk dunner nu, hè? Zo, nou, bedankt voor deze tip. Want het was echt dikke stroop, maar nu valt het wel mee. Oeh, dat gaat goed. Ik denk niet dat we er veel residu uit gaan halen, want deze tank is stiekem best wel groot. En er zit ook nog zo'n klotschot binnenin. Ja, wat stond erop? Voor hoeveel liter? Ja, volgens mij 50 milligram voor 25 liter tank. Ja, deze is wel meer. Deze is al wat groter, hoor. Zoek je tokje? Dan pak hem aan het uiteinde, hoor. Alles. Alles hebben.
Ik denk dat je hem gewoon best even zo neer kan zetten, hoor. Want het is best wel dik nog stiekem. Dat het best wel even tijd nodig heeft om naar beneden te zakken. Ja. Je hebt maar eens even lekker warm met het. Ja. Ziet er weer lekker groen uit. Mooi toch? Jou de eer om als eerste te kijken hoor. Jij hebt hem gesield dus. Nee, dat is er komt ook een soort damp uit of zo. Lijkt er zo. Ja, de bodem is sowieso helemaal gedaan, denk ik. Ja, er zit ook wel. Er hangt daar zo'n krel, maar die is gewoon, dat is gewoon al een. Het is gewoon al uitgehaard. Hier. Ik weet niet of je het kan zien, maar bij die aanzuigpijp kijken. Het is gewoon al helemaal uitgehaard. Jee. Dit is al wat. Hier. Zie je dat? Dus dat is een goede tip al meteen. Zo'n aanzuigpijp kan er beter ook gewoon een dekseltje voor maken. Hier, ik denk dat de tape. Oh, de tape is ermee af. Oh, dat is goed gelukt. Dat is wel eens goed of verschoven. Ja, maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Maar die aanzuigpijp kunnen we een beetje buigen. Dat is toch een koperen buisje. Dan buigen we hem net niet meer in die tank seal zit. Deze is nog wel vloeibaar. Dus ik denk dat je het moet voorverwarmen en dan erin gieten en dan misschien juist niet verwarmen eigenlijk. Ik ben benieuwd. Die aftapplug die is te... Oh! Maar die is gewoon open. Ja. Ja. Ik heb een toeter op mijn waterauto. Nou ja, hadden we eigenlijk nog even beter schoon moeten maken dit misschien, maar ja. Hè? Dat had best centraal deurvergrendeling over kunnen. Ja, we hebben hier een schroefgaatje over, dus daar kan nog een componentje hangen voor de centrale deurvergrendeling of zo misschien. Als optie natuurlijk, hè. Dat vind ik wel echt een communistische optie. Ik bedoel, er zit geen deur in, maar de centrale deurvergrendeling moet je toch wel kunnen hebben eigenlijk. Iedereen gelijk. Ja, toch? Zo. Ja, die kabelboom hadden we even goed schoon moeten maken voordat we het ding gespoten hadden. Dat was eigenlijk de beste manier geweest. Hadden we gewoon even met remreiniger of zo helemaal af kunnen wassen. En dan was hij nou netjes. Alleen, ja, nu ga ik dat eigenlijk liever niet doen. Want die verf is natuurlijk nog niet helemaal uitgehaard. Als we nou met oplosmiddel daarop gaan, dan missel ik wat die verf dan doet. Dadelijk wassen we de verf ook weer af. Terug vast, hij moet niet los, gelukkig. Dat is fijn, want eentje wilde niet los. Hij moet hier langs. Hij ligt hier in de hoek, deze. Zo. Beetje ertussenuit. Kabeltje. Deze kunnen we er... Ah, oh, dat is vervelend. Dan net degene die niet los wil. Dit is een kabeltje, die hebben ze er extra getrokken voor iets. Die zit bij aan het contact, zie je dit? Dat. Weg ermee.
Die poetsen we wel een beetje op dan. Ik denk, ik poets het motortje een beetje op even zo. Vind ik toch die ene kabelverbinder die we dus kwijt waren. Ha! Mooi. Even kantelen zo. Als het goed is moet hij er zo doorheen passen. De bouten zitten mij in de pad. Die bout even een beetje terug erin te houden of zo. Moet ik hem op zijn kop houden misschien. Zo. Wat schuiner. Je zult zien dat die uitlaat dadelijk echt heel moeilijk weer terug op gaat. Niet genoeg? Nee. Handjes op heen krijgen. Ja, zo. Ja, zo gaat het wel. Kijk, hem opzij. Zo. Kijk, oh, de stekkertje een beetje naar binnen toe trekken daar zo. Ja, perfect. Ja. Kijk, en nu. Ja, nu kunnen we deze eigenlijk gewoon gelijk langs de goede kant erin douwen misschien. Kijken. Nou. Ik weet niet hoe zij bedacht hebben hoe we die riemen daar op spanning gaan zetten, maar... Even kijken. Zo. Zo. Kijk eens. Ik heb mijn botte Stanley mes voor deze operatie gepakt. Niet goed om mee te snijden, maar wel goed om mee te pulken. Zo. Kijk eens. Nou, dat is toch leuk hè, hier. Maar het is alweer tijd. We moeten het gaan afsluiten. Het is alweer 5 uur geweest. Ja, toch wel lekker weer wat dingetjes erop kunnen knutselen. De uitlaten zitten nou helemaal definitief erop. Een steuntje gemaakt.
liertje erop geknutseld. Heel die kabelboom hier in orde gemaakt ook, hè, hier binnen. Deze kappen erop gezet. Kijk, dit is die kabelboom. Kappen erop gezet hier. Natuurlijk de brandstoftank die is gesield. En ondertussen ook voorzien van grondverf. Dus die kunnen we maandag dan in de video kunnen we die groen spuiten en ook gewoon dan monteren. Want die groene verf droogt al snel. Het is goed weer, dus dat komt wel goed. Ik denk dat we morgen een heel eind zijn met afbouwen van het hele ding. Dat is leuk. Vooral dit heb ik zin in, om dat, hier dat frontje er weer terug op te zetten. Dan, ja, dan ziet je er in één keer weer helemaal af uit, hè, als dat erop zit. Je kunt het motorkapje erop zetten en als neusjaaik helemaal weer goed. Eigenlijk zoals we hem nog niet gezien hebben, want toen hij hier kwam was hij natuurlijk behoorlijk krom. Ook die voorkant. Dat is ook toch goed gelukt, want het liertje zit er ook mooi rechtop. Hè. Die stond zo een beetje naar achter gekanteld. Hier binnen ook zien. Kijk, ja, die riempjes en zo hier. Zo moet je hier maar eens kijken, Owen. Dat is weer echt keurig in lijn allemaal. Zie je zo op deze poeliefilm, zo. Kijk, die lopen mooi recht naar die andere. Ja, dat was, eerst was hij echt een heel stuk naar achter gekanteld. Dat was echt, dat was niet goed. Mooi! Hé, hey, maar we gaan het afsluiten. Dus, Owen, jij hartstikke bedankt voor het filmen van vandaag, ja, natuurlijk. Ja, super. Hé, hey, en Patrick, jij hartstikke bedankt voor de hulp natuurlijk, ja, hè. Was weer gezellig. Zeker. Mooi. Weer. Ja, zo is het. Gaan we verder afknutselen. Ja, dan kunnen we helemaal gaan opbouwen. Als die tank klaar is, kunnen we heel de vloer erin gaan leggen en zo ook. Dus dat bouwt wel lekker op. Mooi. Maar daarvoor moeten jullie helaas wachten tot maandag. Dus mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En een hartstikke prettig weekend. Hey, doei doei!